Zo, daar ben ik. Nou, dames en heren, welkom allemaal. Power! We gaan beginnen met de warming-up. Voor de warming-up heb je nodig je stang. We zijn inmiddels al een poosje weer bezig. Dus 3,5 tot 5 kilo. En zorg dat je twee losse schijven bij de hand hebt. Let's go. Pak je bar op. Zorg dat je je knieën zo min mogelijk buigt. Rek op de achterkant van de benen. Dead row, single. Knie, navel, knie en op. Breng de barbel naar de onderkant van je ribben. Bovenkant navel. Schouders knijp je samen. Upright row, 2-2. Op, 2, 3. Curl.
Billen weer aangespannen. Nog eentje. Halfjes. We zijn er bijna. Als het goed is ben je een klein beetje warm. Yes, maak een schouderrol. En zet vast. We gaan door naar de benen. En we hebben hem nu vaker gedaan, dus je weet wat er komen gaat. Ik wil dat je je gewicht in ieder geval gaat verdubbelen. Dus heb je 2 kilo, ga je naar 5. Heb je 5 kilo, ga je naar 10. Ben je met meer begonnen, ga je naar meer. Als je er klaar voor bent, kom staan. Dan leg je barbel op je schouders. Komt ie aan. Goed heup, schouderbreedte. Buik span je aan. Klaar voor? 3, 2, 1. Op. 3, 2, 1. Top half single. 3, 2, 1. Let's go. Hop. Hop. Dus we maken ze klein. Bovenaan. Niet te diep zakken. Straks een lange fase, 4-4. Ben je er klaar voor? 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2. De billen naar achter. Van mijn duim omlaag. Blijf doorgaan. Hier naar buiten. Van deze. 4, 3, 2. Nogmaals. Drie, 3, 2, 1. Goed. Zorg dat je krachtig omhoog komt. Blijf in deze lijn. Vergeet het aanspannen van de billen niet, hè, jongens. Single! Zo diep als je kan zakken, hè jongens. Yes, alright. Voeten terug naar smaller. Zelfde rondje. Alleen smaller. Ben je er klaar voor? Vier.
zullen misschien wel merken dat je minder makkelijk diep kan zakken. 4, 3, 2. Laatste 2 van deze. 4, 3. Ga je benen aanvoelen? Worden ze moe? 3, 2, 1. Gaan we naar die lange 2, 2. Ha. Blijf doorgaan. Ha. Ha. Heb je je buik nog aangespannen? We gaan naar singles. Ha. We zijn er bijna. En blijf gaan. Laatste. Ha. Yes, het los. Warm van de schouders. Je barbel tussen je squat en warming up gewicht in. Zo. Maar het is heel jammer dat jullie niet terug kunnen praten met de vraag: hebben jullie echt je gewicht verhoogd? Doen jullie wel echt wat ik zeg? Kan je namelijk niet zo goed zien. Oh mijn god, ja. Zo. Ha. Als je niet klaar bent, kom dan vast op handen, knieën, handen, tenen voor je push-up. Als je nou maar technisch goed uitvoert. Let op! 2 singles. 1. En een 2-2 stagger. 1. 2. 1. 2. Dus 2 snelle. En de volgende haak je in stukjes. 2 van deze. Yes, kom op je rug liggen. Neem je stang mee. 2, 2. La. 2. Op. 2. En boven in een hoek van 90 graden. Polsen boven de elleboog. Ga door, ga door. Ha. Ha. En als het goed is en je hebt naar mijn advies geluisterd, is die zwaarder dan anders. Van net nog, komt hij weer aan. 2 singles! Ha. Stagger.
Hou je aan de deal? En we mogen niet meer op de grond, hè? Ze zijn van ijs! Ha! High pull. 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, clean and press. Hop, 4, 3, 2, zoals ik net al zei, probeer je kleine gewichtsspiergroepen dan ook met minder gewicht te trainen. En ik wil niet zeggen dat je nu minder gewicht dan anders moet pakken. Nee, pak bij de grote spiergroepen meer gewicht. Oké. We gaan als eerste liggen. Dus zorg dat je op je rug komt liggen. Handen smal, polsen recht, twee, twee voorhoofd, 1, 2, 1, 2. Werken je ook van 90 graden, ellebogen smal, en weer een lange fase, 2, 2. Hou die armen smal, hè. Let op. Extra beweging komt erbij. Voorhoofd. Navel. Voorhoofd. En strek. Dus die ellebogen naar 90 graden. En vanuit daar bewegen ze naar de navel. Twee, twee voorhoofd. Op. Zwaarder begint te worden, zal je merken dat je ellebogen naar buiten leren. En dan ben jij aan de beurt. Corrigeren. Let op.
extra beweging. Goed zo. Alleen navel. Hop. Ellebogen mogen de grond niet aantikken. Breng ze nu naar 90 graden. Draai om en kom handen in de knieën. Dan gaan we naar een push-up. Handen komen smal. Twee, twee. Laag. Twee. Op. Twee. Plaats nu je handen smaller naast het lichaam. Single. Hop. Yes, kom overeind. Laatste ronde. Pak je schijf. Buik weer aanspannen. 2-2, zakken. 1-2. Ook hier zijn je ellebogen weer smal. En let op jongens, ook in deze oefening krijgen we een extra beweging. Horizon. Komt-ie aan. Extra beweging. Laag. Strek. Voor de borst. Met. Single. Wordt het al zwaar? Hou even nog vol. Come on! Extra beweging! Ha. Naar de borst! Come on! Single! En als een sneltrein maken we hem af. Van de biceps gaan we door naar de triceps. Andersom, van de triceps gaan we door naar de biceps. Voor de biceps heb je nodig je stang. Je stang met warming-up gewicht of een kilo minder. En twee losse schijfjes. Let op, hou ze smal. 4, 3, 2, 1. En zoals je kan zien, draaien ze boven naar buiten. En onder smal. 3, 2, 1. Op. Twee. Belangrijk. Elleboog onder de schouders. En alleen je onderarmen bewegen. Single. Single.
shoes. Left. Hop. Hops. En bij die elleboog in je zij duwen. Zo hoeft er niet tegenaan geplakt. Vier pulsjes. Vier. Drie. Twee. Eén. Come on. Vier. Drie. Twee. We beginnen in de plank, dus als je er klaar voor bent, kom alvast op handen en knieën. We starten in de plank, handen, knieën. Je mag straks uiteraard kiezen, blijf met die knieën. Wil je op die knieën, kom je op je tenen. Let op. Hop, terug. Hop, terug. Let's go! Strip!
Blok. Draai je om. Pak je losse schijf als je hem gaat gebruiken. Leg hem op je rechterborst. Knieën zijn naar rechts. Twee omhoog. Hop. Twee. La. Twee. Hop. Twee. La. Arm strekken. Thank you.
Plaats je rechtervoet naar voren, links naar achter. Tenen naar je toe. Af tussen de schouderbladen, stort met recht. En wissel van arm. Handen wijd. Duim omlaag. Handen naar achter. Voor jezelf. Goed gewerkt, jongens. Het nieuwe kwartaal gaat van start. Goed gewerkt. Ik wens jullie nog een hele fijne avond. Let goed op het rooster voor volgende week. En dan zie ik jullie gauw weer.